Me either. Ik ben weer terug in Nederland. Bij Blondie. In de Arkenhoeve. Hier is... Hoe is het nu ook weer? Oh ja, Kashmir. Hij moet nou likken. Ik sta weer tussen de paarden. Yes! Na een weekje weg geweest zijn. Ik ga even lekker poetsen. Ik zou zonder zadel lekker stappen. Want Blondie heeft nogal veel spierpijn. Vandaag is maandag en ik ben bij Daan op de Arkenhoeve. Ja. Nu hebben jullie op Instagram natuurlijk van alles voorbij zien komen. En we hebben ook heel veel meningen gezien. Ja, zeker. En heel veel reacties. Ja, heel veel reacties. Leuke reacties, ook aparte reacties. Bijzondere reacties. Hele bijzondere reacties. Ja. Maar uiteindelijk is het verhaal natuurlijk vrij simpel. Tess en ik zijn een weekje in de Ardennen geweest op vakantie. Ja, lekker. En toen, moet ook wel eens, hè? Precies. En toen... Heb ik de hele week Blondie getraind. Ik heb de hele week de zorg van Blondie op me genomen. Daarbij heb ik haar een paar dagen gereden, dus getraind. En andere dagen vrij. We hebben elkaar lekker losgegooid en gewandeld en in de stapmolen. En waarom hebben we dat gedaan zo, saampjes? Nou, Blondie is natuurlijk best een jonge pony. Ja. En Tess nog qua een pony trainen best heel onervaren. Dus nu kon ik zelf ook een keer goed aanvoelen en echt even een paar dagen achter elkaar, niet dat ik er een paar dagen echt achter elkaar gereden heb, maar met een dag vrij ertussen, haar een keer aan hebben kunnen voelen. Wat ja, voor Blondie de beste manier was om haar mooi te kunnen laten lopen. En fijn te laten lopen natuurlijk, hè, want dat is ook belangrijk. Zeker. Mooi is niet altijd fijn. Nee, dat is waar. Maar fijn kan wel mooi zijn. Ik vond het heel fijn om haar zo een paar dagen achter elkaar te voelen. We hebben vaak fijn gezegd. Ja, maar dat ik dan daar Tess ook weer mee verder kan helpen. Dat ik mijn ervaring aan Tess kan vertellen. Ja. En zodat Tess daar natuurlijk ook weer meer in kan groeien. En dat Blondie daar ook weer wijzer van wordt. Dus uiteindelijk is ze hier gewoon in training gegaan. Ja. Een hele week, eigenlijk twee weken, want je hebt er nog een week aangeplakt. Want het leek je verstandig dat Tess hier nog even ook in bootcamp kwam. Ja. Ja. Zodat Tess snapt wat jij haar geleerd hebt. Ja. En jij haar uit kan leggen wat Blondie geleerd heeft. Ja, zeker. En het grote voordeel daarvan is... Nu gaat ze wel lachen, maar het is dus de bedoeling dat ze wat sneller stapjes kunnen maken. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ze zitten nu een beetje op een punt dat ze eigenlijk, dat Tess een beetje denkt, hoe kom ik nou verder en hoe gaan we het verder doen? En dat we haar zo eigenlijk even een flinke duw de goede richting in kunnen geven en ook het zelfvertrouwen natuurlijk weer een beetje omhoog kunnen krikken. Precies. En eigenlijk is het dus best handig dat als je allebei jong bent of ook als je paard of je pony wat ouder, is het soms best handig om daar even een wat ervaren iemand op te plakken. Ja, zeker. Zodat paard en kind dus weer wat verder kunnen. Ja. Maar dat het dan niet zo'n geworstel wordt. Nee, zeg zeker. Ik het zo goed? Ja, absoluut, absoluut. Want je ziet natuurlijk veel dat kinderen die nog niet veel ervaring hebben en een pony die dat wel, of een paard, hè, die dat wel meer ervaring heeft of minder ervaring, maar dat ze heel hard hun best gaan doen omdat ze hem dus mooi willen laten lopen. Maar dan kom je bij het verhaal dat mooi niet altijd fijn is. Nee. En zo kan ik de pony leren hoe het fijn en mooi samen kan zijn. Dat Tess dat weer van ons over kan nemen, zeg maar. En zo kunnen ze samen weer verder. Die kant op. Omhoog, hè? Oh, omhoog zelfs. Omhoog willen we. omhoog willen we. Dus dan zouden ze misschien wel ooit eens die BB kunnen verlaten. Zeker wel. Nou, dat mag ik hopen. Zeker wel, zeker wel. Zoals Blondie aanvoelt, zit er echt veel progressie in. Dat is en wel heel veel gaaf. Talent ook. Ja, dat is sowieso wel. Nog veel leuker om te horen. Ja, zeker. Nee, het is een hele fijne pony om aan te voelen. Je merkt gewoon, ik merkte in het begin van de week wel dat ze me een beetje uit ging proberen. Dat ze dacht, bij Tess krijg ik lekker veel mijn zin. Dus dat wil ik graag bij jou ook. Maar dat hebben we, eigenlijk heb ik nooit boos hoeven worden. Maar gewoon consequent. En dan nam ze dat heel snel, pakte ze dat aan. En hoe was het nu Tess erop gaat?
Is het dan nog veel geworstel of is het gewoon even aanpakken? Nou, het ging een beetje met vlagen. Hele stukken heel goed. En ook natuurlijk weer even stukken dat Blondie dacht, oh, Tess zit op mijn rug, dat is feest. Vandaag gaat het wat worden. Of vandaag mag ik vooral doen waar ik zelf zin in heb. En dan kon ik Tess eigenlijk heel goed uitleggen hoe ik dat heb gedaan van de week. En dat Blondie daarvan een beetje dacht, ah shit, hier heb ik niet zoveel zin in, want van jou krijg ik altijd mijn zin. Maar dat, ja, we eindigden echt heel goed. Oké. Ja, zeker weten. Dus, en nu blijft ze de rest van de week nog even hier. En ja. Dan gaan jullie, gaat ze met Steve nog logeren. Ja. Want logeren is blijkbaar ook goed. Ja, zeker. Want dan kun je onbelast, kun je je paard toch qua spieren goed trainen. Mm-hmm. En dan kan je zelf, ja, ik vind zelf altijd met logeren heel fijn dat je ook ziet wat je paard doet. Okay. Zie je dat hij graag een beetje scheef loopt of juist zijn hoofd een beetje wat anders doet. Of in de hals kunnen ze ook wel eens een valse knik maken, heet het dan. Ja. Dan maken ze niet een mooie ronding, maar dan zit er meer een knik, een dakje in het midden. En ja, dat soort dingen kan je dan allemaal zien aan de logeerlijn, waar je in je rijerij natuurlijk weer verbetering last van een, ja, in kan. Of last van ja, kan last hebben. Van heb, en wat je kunt oplossen. Ja, oké. Okay. Precies. Dus nu heb jij ook eerst gereden en daarna dan test erop. Yes. Waarom doe je dat? Dat ik echt zelf, ja, eigenlijk is het een beetje net als kleiboetseren, dat ik Blondie alvast een beetje echt kon laten voelen zoals ik het graag wil. In de hoop natuurlijk dat Tess dat dan daarna makkelijker kan overnemen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Oké, ik ben op de Maleisje. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Mijn moeder gaat rijden. Ik film me. Dat soort dingen. Ik ga mijn moeder nadoen. Hoe mijn gevoel is over hoe zij tegen mij doet met het rijden. En dat ga ik filmen. En ik ben echt heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En of jullie mijn moeder daarin herkennen. Kijk. Ben je nou nog steeds niet opgezadeld? Nee, ik wil een TikTok maken. Eerst opzadelen en rijden, nee, dan TikTokjes maken. Dit is een challenge. Nee. Doe alsof je dood bent voor je hond. Maar misschien kunnen we ook doen, doe alsof je dood bent voor je paard. Ik zou je vertellen, ik heb het al een keer geprobeerd bij Alice en Alice die liep weg. Oh, maar misschien kunnen we even kijken wat Verona doet. Oké, okay, moeders gaat dood. Kind, nu moet je wel echt opschieten. Mama heeft nog heel veel meer dingen te doen. Ja, dat is waar, kind. Moeder. Ja, chop chop die telefoon weg, anders moet je hem inleveren. Ja, maar ik moet eventjes mijn hashtags erbij doen. Oké, okay, nog één minuutje. Verona, wat vind jij ervan? Okay. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Is dit leuk? Ja, hè? Eigenlijk hoor ik dan op jou te rijden. Nee. Zo, hè? Ze gaat eindelijk opzadelen. Dat heeft lang geduurd. Tenen naar binnen. We zijn een weekje op vakantie geweest, wat heerlijk was. Vandaag voor het eerst weer terug en Vroon die heeft toch weer wat last van haar buik. Ja, daar kan je niet zo bar veel aan doen, omdat het een beetje een gevoelig dametje is. Gelukkig heb ik Colossan gepakt. We hebben vandaag dus veel gegalopeerd en veel tenminste laten buigen in haar buik, zodat alles een beetje loskomt. Toen kregen we allemaal olifantengrullen. En we hebben Colossan. Dus dan gaat ze met Colossan en de therapiedeken van Bukas gaat ze de stal op. En dan gaat Christine straks nog eventjes zekers wisselen. En dan zit 2019 er alweer op. En dan gaan we straks nog eventjes... Oeh, hallo schat. Dan gaan we zo meteen HVB Rewind opnemen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind dat er niets gebeurt, moet ze aandraven. Goed, als ze sterk is aan rechts, rechterbeen, hè? Zo, ja. Heel goed hoor. Nee, helemaal niet. Het zijn mijn wimpers. Ja, heb je zulke lange wimpers? Ik heb wimpers. Het is vandaag. Het is woensdag. Make-up. 1 januari. 1 januari, de zonder make-up dag. Dus ze is het niet helemaal mee eens. Nee. Doe je maar blur mijn gezicht. Wat gaan we doen? We gaan logeren. Ik denk dat het... Ik vind logeren sowieso een nuttige aangelegenheid. En ik denk dat het tijd is geworden... Dat Tess dat ook gaat doen met Blondie. En we gaan nu eerst longeren. Ik vind het eigenlijk altijd het fijnste om te longeren met een dubbele lijn. Dus niet om een paard aan een bijzet te longeren, tenzij ik daar een reden voor heb. Maar om met een dubbele lijn te longeren. Maar voordat je met een dubbele lijn gaat longeren,
ja, moet je eigenlijk, dan, nou ja, eigenlijk moet je eerst kunnen longeren, gewoon kunnen longeren en begrijpen wat je aan het doen bent en hoe je dat aan het doen bent. Dus ik ga Tess eerst even laten longeren, gewoon aan enkele lijn. Ga ik heel even kijken hoe ze dat doet. Dan ga ik daar ja, of misschien wel niks over zeggen, of wel wat over zeggen. En dan daarna doen we nog een dingetje op en zetten we hem toch een klein beetje bij. Totdat Tess dit onder controle heeft en daarna gaan we beginnen met de dubbele lijnen. Het is nieuwjaarsdag en bij ons op het meisje speel je spel. Een parcours van 12 hindernissen bedacht en als ik nog meer moet, dan ga ik gewoon hindernissen rijden. Ik ga lekker inrijden met Verootje. Nou, speel je spel is een springwedstrijd en dat houdt in dat je elke hindernis van twee kanten mag springen, maar je mag er maar één keer springen en je mag zelf je parcours verzinnen. En moeilijke hindernissen hebben meer punten dan makkelijke hindernissen. En wie de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Dat is eigenlijk alles. En er zijn verschillende hoogtes, 40 tot en met 60 geloof ik. En Tess springt mee in de 60 centimeter. Ik heb vandaag natuurlijk met Verona de wedstrijd gesprongen. En het ging niet heel goed, want er was een kleine miscommunicatie tussen ons. Ik deed wat verkeerd, waardoor Verona het niet snapte. Ja, ik was heel erg zenuwachtig, waardoor ik niet goed mijn eigen gedrag kon controleren. Waardoor ik Verona ook niet goed kon sturen. Dus eigenlijk had ik alleen aan losrijden al genoeg gehad. Hocus pocus Pilatus! Pets! Die is wel leuk. Paf! Doei! Hi, ik ben Tessa. Hoi, ik ben Danielle. Ik heb gehoord van mijn moeder dat ik les van jou krijg. Ja, dat klopt. Het is vandaag donderdag en dat betekent springavond. Dus Tess die doet vandaag ook een springles mee. En dan ja, gaan we natuurlijk ook even kijken hoe dat gaat. En of ik er daar nog in kan helpen. Gaan we lekker stappen. Oh. Ach, die blond die doet ook gewoon de oortjes naar voren. Dat is een soort ja, firma volgens mij voor mensen die met pensioen zijn. Dus die hebben heel hun leven hard gewerkt en die zijn daarna met pensioen. Die gaan lekker ergens denken alleen maar, hé, ik hoef niks meer te doen. En zo ga je ook een parcours rijden. Dan kan je altijd dadelijk, als je een keer MZ springt, kan je een keer hard je best doen. Want dan komt dat je ook ten goede als je een keer hard je best doet. Want ik weet zeker net als een Bianca, die heeft die jonge paarden, leert zo meteen met alle rust, alle controle, gewoon heel simpel springen. Maar als ze natuurlijk bij de jonge paarden al, hi-ha, gooi hier, trek daar, been zus, snel door de bocht, dan kom je nooit een heel dik parcours rond. Want je hebt dan alleen maar je bent alleen maar bezig om je paard in bedwang te houden. En dan moet je ook nog over zulke hoge hindernissen heen. Goed zo. Oké, we gaan een parcoursje springen. Hi. Vandaag is ik weer op Verona. Vandaag ga ik wat liever doen tegen haar. Nou, ik heb springles van Steef. Ze is nu al bezig. Alleen, daarna ben ik.